Promotiefilm voor Stadsbos 013. Peter Nordanus krijgt nieuwe termijn als burgemeester. Goedendag. Het Stadsbos 013 was een van de plannen uit het coalitieakkoord na de afgelopen gemeenteraadverkiezing. Het is een project waarbij inwoners zelf hun ideeën mogen aandragen. Om meer aandacht te geven aan het bos werd in het Natuurmuseum een promotiefilmpje gelanceerd. De Tilburger die zijn ideeën aanlevert bij de gemeente. Het gebeurt ook al bij de ontwikkeling van het oude Van Gentelloos-terrein, maar nu dus ook bij Stadspark 013. Ja, dit is eigenlijk wel een heel bijzonder project. Niet alleen voor ons, maar ook voor de mensen in de stad. Het is niet zo dat wij nou een blauwdruk maken en we zeggen nou we gaan het uitrollen. Nee, we vragen aan de stad, kom met ideeën. En dan merk je dat wij als overheid moeten er af en toe aan zelf ook aan wennen. Want je schiet heel snel in de klassieke houding van ja, wij gaan het allemaal regelen. En je merkt dat de mensen in de stad dan vaak in de klassieke houding schieten van ja, dit is een idee, gemeente regel het. Nee, we gaan het samen doen. En ja, dat heeft wat kinderziektes in zich, maar dan moeten we erheen. Want dat is volgens mij wel de toekomst. En ik denk dat we met dat gebied juist op dat vlak heel goed kunnen experimenteren. Nadeel is wel dat je daar gewoon wat meer tijd nodig hebt voordat dingen zichtbaar worden. Voordeel is, de mensen voelen zich echt betrokken bij wat er gebeurt. En die betrokkenheid begint al bij het idee. Dat idee wordt dan opgepakt door een van onze drie expeditieleiders. Die zijn niet in dienst bij de gemeente. En nou, die gaan dan de mensen die het idee hebben ingediend bevragen op hun idee en wat ze er verder mee willen. En ze gaan dat samen met die mensen verder uitwerken. Of kijken of er nog andere mensen in het gebied zijn die een soortgelijk idee hebben, zodat er een mooie combinatie kan ontstaan. Maar er zijn ook veel activiteiten in het gebied. We hebben er zelfs een filmpje van gemaakt. Daarvan kan je zien welke activiteiten je allemaal vindt en niet zou verwachten in het Stadsbos. En wij hopen eigenlijk dat de Tilburger daar meer gebruik van gaat maken. En dat hij zelf met ideeën komt hoe dat Stadsbos nog leuker en nog beter komt. Hoewel alles geopperd kan worden, blijft het natuurlijk een stuk natuur. Rekening houden met de biodiversiteit is daarom wel zo handig. Biodiversiteit houdt eigenlijk in dat het gaat over alle levende organismen, dus planten en dieren. En het gaat erover dat die bij ieder initiatief, dan raak je heel vaak iets aan de natuur. En we moeten zorgen dat de effecten op de natuur, dat die minimaal zijn. En liefst dat er een verbetering in voor de flora of de fauna plaatsvindt. En ideeën voor biodiversiteit verbeteren zijn van harte welkom, want daar hebben we nog wel een gebrek aan. Peter Nordanus mag nog een tijdje aanblijven als burgemeester van Tilburg. Dit is afgelopen maandag besloten tijdens een vertrouwelijke vergadering van de gemeenteraad. Nou, ik vind het sowieso leuk om burgemeester te zijn. En het is niet alleen leuk, maar het is ook een verantwoordelijke baan. En ik vind het fijn dat de gemeenteraad gezegd heeft van nou, Nordanus, we willen nog wel een tijdje door met je. Ik doe het omdat ik een aantal dingen ook echt verder wil brengen. Zoals jullie weten, ik ben met veiligheid nogal druk bezig. Dat moet ook echt goed op orde zijn, met name de aanpak van de zware criminaliteit. En ook in de stad zijn natuurlijk een aantal opgaven waar ik me mee aan verbonden heb. Dus die moeten echt een stukje verder zijn voordat ik ermee ophoud. En het is altijd zo, burgemeesters komen en burgemeesters gaan. Dus op een moment ben ik ook vertrokken, maar dat wil ik doen op het moment dat ik een aantal dingen waarvan ik denk, hier ben ik nu een aantal jaren voor onze stad mee bezig, ook beter geborgd heb dan ze nu zijn. Pieter Ketmes is een ondernemer in de spoorzone. Als een van de eerste kwam hij daar terecht met zijn geluidsverhuurbedrijfje. Maar nu gebouw 84 gerenoveerd gaat worden, moet hij daar weg. Inmiddels is er een nieuw onderkomen gevonden voor Pieter. Dat moet nog wel helemaal opgeknapt worden, waarbij hij veel steun krijgt van vrienden en mede-ondernemers. Het is een support Saturday voor Pieter Ketmes. Dat is mijn buurman. Hij is een van de eerste die hier een klein bedrijfje heeft neergezet. Hij huurt hier een ruimte. En Pieter die moet weg, omdat de ruimte ongeschikt wordt geacht voor het bedrijf dat hij doet. En omdat hij plaats moet maken omdat er een andere bestemming is vanuit de beheerder. De verhuur in het gebied is in handen van Smederij Spoorzone, wat gelieerd is aan Mundio Productions. Er is in het verleden al vaker kritiek geuit op de manier waarop deze organisatie omgaat met de huurders. Wat wij betreft moet de gemeente hier sowieso helemaal bovenop zitten. Ze laten het allemaal maar over aan Mundial. Nou ja, we weten gewoon, Mundial is zelf een beetje landje pikken aan het doen.
Ze doen ook goede dingen mondiaal, maar je kunt niet zomaar dit soort zaadjes, deze briljantjes kun je niet zomaar wegsnijden. Dat is absurd. Pito zelf is in ieder geval erg dankbaar voor de steun die hij krijgt. Ik heb zoveel reactie in Tilburg en heel veel mensen hebben mij gebeld. En we hebben nu een plek dat wij moeten nog even gaan kijken en kost nog een paar geld. En dat is eigenlijk de actie voor vandaag. En ik hoop dat ja, alle partijen, wie is mee, proberen om mij te helpen. En ook de Sportzone en de ambtenaar van de gemeente heeft mij ook iets beloofd, dat komt heel goed. Wij zitten samen hier in een goede gemeente, weet je. En dat vind ik top. Dit was weer het Omroep Tilburg nieuws van deze week. Bedankt voor het kijken en ik wens u een hele prettige dag.